Wat zouden mensen gaan doen als ze een vreemdeling in hun bed zien slapen? Ik heb het! Word wakker. Kom op, word wakker. Wie ben jij en word wakker? Word alsjeblieft wakker. Word wakker! Word nou wakker! Word nou wakker. Ah, chips, ik heb niks meer. Word nou wakker! Oh, Kei, waarom? Daan? Ja? Wat doe jij hier? Uitslapen. Het is weekend. Kei, waarom? Maar waarom in mijn huis? Nou, ik had thuis al een delkbootje opgegeten, dus ik mag er niet meer wonen. Zo was het, volgens mij. Oké, en dan ga je in mijn huis wonen? Nou, blijkbaar. Maar waarom een kruk en een bureaustoel? Dat weet ik! Een boek! Gast! Een Kevin, kijk! Nee, Kevin, kijk! Oké, weet ik veel. Ik dacht, die was een dief of zo, die in mijn bed sliep. Nou, op zich snap ik dat wel. Ja, weet je, dat is gewoon, normaal. Ja. Gast, ik moet het echt met mijn ouders overleggen. Huh? Kijk, je kanaal bestaat vandaag 5 jaar. Oh nee, ik heb niks gedaan! Comedy! Nou, maar ik ga weer slapen, hè? Joe, maar nee, Daan! Je moet me helpen met mijn video. Video? Alsjeblieft, man, ik besta 5 jaar. Wat moet ik doen? 5 jaar al? Ja! Wacht. Ik heb het. Het boek. Het boek, man. Het boek! Het boek! Het boek! Daan, denk jij wat ik denk? Ik denk het wel. Hé, hey, wat doe je? Nou, ik dacht, nou, 5 jaar, kijk eens een kanaal. Ik denk, we gooien Kevin uit het raam. Daan, het boek! Dat boek. Ja, dat boek! Als je het dan maar voorleest, dan komt alles op. Daan! Ik heb geen zin voor misschien. Ach, hallo beste mensen, welkom bij een nieuwe video van het kanaal. Kei vissen. Hebben we er weer zin in. En deze video staat volledig in het teken van Kei, zijn YouTube kanaal dat 5 jaar bestaat. Dat is toch wel echt heel lang eigenlijk. Ja, doe vast even een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Druk even op dat belletje. We beginnen met de video. Het begon allemaal toen Kei zijn YouTube kanaal startte. Kei begon met video's maken over stop motion en... niet heel goed bewerkte video's. Sorry. Toon! Oké, maar goed. Op Kei zijn 10e verjaardag kreeg Kei een camera van zijn ouders. Hier was hij natuurlijk dolgelukkig mee. En zo ontstond de serie Sven zijn klonen. Dit was natuurlijk een groot succes en iedereen vond dit leuk. Bijna iedereen. En toen kreeg Kei het geweldige idee... Omdat hij zo goed kan animeren, waarom maak ik geen animatieserie? Dus Kei begon met het maken van de eerste aflevering van Q-Battle. Kei zei tegen zijn kijkers dat Q-Battle om de maand zou worden geüpload. Maar dat lukte niet helemaal. Q-Battle werd eerst om de maand geüpload. Maar op een bepaald moment zat er 3 maanden tussen. Als het echt lang duurt, 4 maanden. Ja, en 4 maanden soms. Of langer. Oké, ja. Ja, dan. Ja. Maar er komt wel een nieuwe Q-Battle video aan, dus kijk eens, wees gerust. Mensen, kijk gewoon niet harder. Q-Battle duurt gewoon lang. Maar ja, het komt allemaal goed. Heb gewoon geduld en het komt wel. Oké, doei. Dit was het einde van de video. Doei! Ja! En toen was het boek alweer uit. Daar hebben we niks meer aan. Deze video is toch onzin. Dus het boeit helemaal niks eigenlijk. Zullen we er eraan kunnen springen? Kei? Ja? Mag ik? Nee! Maar mensen, bedankt voor 5 jaar. Ik ben al 5 jaar op YouTube. Dat dus. En Daan, bedankt dat je even deze mooie video wou helpen. Okay. Dat je wou helpen, ja? Yeah. Is het goed? 5 jaar, ik vind het ook raar, ja. Het is gewoon zoveel. Ja. Nou ja, heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor bijna 200 abonnees. Aui. Daan. Ga maar naar zitten.
Maar ja, dus heel erg bedankt. Ik weet, ik upload niet altijd. Maar ja, ik maak ook Cube Battle, dus ja, het duurt misschien een beetje lang. En ja, het spijt me dat ik dus niet altijd upload, maar ik vind YouTube nog wel leuk. Wie weet wat we binnenkort allemaal gaan doen. En bedankt voor het Daan, wat doe je bij het raam? Niks. Kijk, ik doe het echt, hè. Kijk. Kevin! Nee, het is Kevin, hij redt zich wel. Kom maar, gaan we snel. Yo. Zo, Deltje? Yo! Ja, jong, doe dat maar! Comedy! Ja, later! Hé, maar serieus, broer, Deltje hoeft er ook echt.